het zachter doen, oké. Okay. Maar uiteindelijk kwam zij die slaapkamer uit en zei ze, joh, dit wordt echt een wereldwijde hit. En ze heeft gelijk. En zonder daar nou al te lacherig over te doen, die orgasmekloof die was er. Vrouwen vonden het vaak lastiger om klaar te komen dan mannen. Maar dit product heeft ervoor gezorgd dat heel veel vrouwen klaar kunnen komen. Ja. Wat fantastisch is. Al meer dan 75 miljoen van die dingen verkocht. Mm-hmm. Er is een maar ergens, er komt een maar aan, of niet? Nou ja, dat artikel was dus heel goed. Maar vervolgens gingen andere kranten daarmee aan de haal hier in Nederland. En dit ding staat al zo'n 10 jaar of zo. Maar nu is het opeens weer een hype, want daar wordt heel veel verkocht. En nu zijn er allemaal seksuologen en deskundigen die dan gaan zeggen, ja, maar let wel op, want het gaat natuurlijk niet alleen maar over klaarkomen, hè, dames. Of, nou, het is ook een beetje voor luie vrouwen. En dan denk ik echt, oh lord, we zijn zo ver gekomen. Dit is heel goed voor de zelfbeschikking van de vrouw. Dit gaat niet alleen over heteroseks, maar gewoon vrouwen die op hun eigen manier seks kunnen hebben. Mm-hmm. Heel goed voor de emancipatie van de vrouw. En dan gaan andere vrouwen of andere deskundigen zeggen, ja, maar let wel op. Ja, ja. Stel je voor dat ze dat tegen jou zei, Rens, het gaat niet. Nou ja, goed, snap je? Ja. Dat is toch belachelijk? Maar is dit wel even gewoon voor mijn beeld? Hè? Je hoeft niet over je eigen seksleven te vertellen. Maar is het, zeg maar, als je gewoon aan jou en jouw vriendinnen goed kijkt, iedereen heeft zo'n ding tegenwoordig? Ik zou zeggen, koop hem voor je moeder, je oma, je tante, je zus. En dan kan iedereen zelf bedenken. Zou je dit aan je moeder geven? Nou ja, ik ondergaat alles en behoud het goede. Kijk hoe dat is. Ja, ja. En of je het vindt werken. En de een zal het minder vinden werken dan de ander, tuurlijk. Oké, okay, maar jij voert hier een vurig pleidooi voor het apparaat. Nou, in ieder geval tegen de betutteling over het klaarkomen van vrouwen. Oké, okay, nou, het is gezegd. Bij deze. Welkom. Laten we gaan zitten. Joost? Ja, ik kijk helemaal flabbergasted. Nee. Ik had dat artikel destijds in de Volkskrant gelezen. Dat was echt een heel leuk artikel. Ik heb het met veel plezier gelezen. Ja. Goed om te weten. Het was vandaag een spannende dag in de rechtbank in Utrecht. Minister Kuipers die wilde het aantal kinderhartcentra terugbrengen van 4 naar 2. En hoewel de kogel al door de kerk leek, gaven de verliezende centra de strijd nog niet op. Met als resultaat, die kinderhartcentra mogen nu toch open blijven. Opluchting in het Leidse Universitair Medisch Centrum. Hun kinderhartcentrum mag open blijven. Dat hadden we gehoopt en verwacht.